Hoi, ik ben Mark, engineer bij Thameson en vandaag gaan we het hebben over terugslagkleppen. Deze kleppen zijn verkrijgbaar bij Thameson, uw online partner in fluid control. In deze video gaan we het hebben over het werkingsmechanisme, geven we een selectiegids en behandelen we de meest voorkomende vragen. Laten we beginnen. Nou, een terugslagklep wordt gebruikt om vloeistoffen of gassen in één richting door te laten. Ze voorkomen dat het medium in de andere richting stroomt. En terugslagkleppen werken automatisch en in de meeste uitvoeringen sluit een veer de klep en wordt deze door het medium weer opengedrukt. De meest populaire soort terugslagkleppen zijn de veerbekrachtige inline terugslagkleppen. Deze hebben een eenvoudig ontwerp. In de klep zit een schijf aan een veer verbonden. En Wanneer de vloeistofdruk hoog genoeg is, wordt de veer ingedrukt waardoor de klep open gaat en de vloeistof kan gaan stromen. Als de druk lager wordt duwt de veer de schijf weer tegen de doorlaat aan en wordt de vloeistofstroom afgesloten. Er zijn vele andere soorten terugslagkleppen die allemaal volgens een vergelijkbaar principe werken. Raadpleeg ons technisch artikel op teams.nl voor meer informatie over de andere terugslagkleppen. Bij het selecteren van een terugslagklep is het belangrijk om rekening te houden met de volgende criteria. Als eerst het materiaal. De kleppen zijn verkrijgbaar in messing en roestvrij staal en kunststof, zoals PVC en polypropyleen. Messing is geschikt voor de meeste media, maar is niet bestand tegen corrosieve stoffen of zout water. Roestvrij staal is meer geschikt voor dit soort media en is ook de juiste keuze voor verhitte vloeistofstromen. Kunststoffen vallen hier over het algemeen precies tussenin. Ze zijn geschikt voor de meeste corrosieve vloeistofstromen, maar hebben een relatief klein temperatuur- en drukbereik. Als tweede de openingsdruk. Omdat er een veer in de terugslagklep zit, moet de vloeistofstroom genoeg druk leveren om deze te openen. Nou, en als derde de stromingsrichting. Het is belangrijk om de klep in de juiste stromingsrichting te installeren en te zorgen dat de aansluitingen correct zijn voor uw systeem. En wij krijgen vaak de vraag hoe je tegenstroming kan voorkomen. En het antwoord is om een snel sluitende terugslagklep te kiezen. Deze sluit je dan snel genoeg om enige vorm van tegenstroming te voorkomen. En een andere vraag is wat dan het verschil is tussen een inlijn- en een I-terugslagklep. Het grootste verschil zit hem in de stromingskarakteristieken. Bij een eitrustigklep is de schijf die de stroming afsluit helemaal uit de opening verwijderd wanneer deze open is. Bij een inline terugslagklep is dit niet het geval. Hierdoor zal een eitrustigklep minder turbulentie in de vloeistofstroom veroorzaken. Nou, als je deze video leuk vond, geef hem dan een like en abonneer voor meer. En neem voor vragen over terugslagkleppen contact met mij of iemand anders van Thompson op.